Hallo lieve tweeling, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 44, 31 oktober tot en met 6 november. Het is een algemene weekreading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve tweeling, we gaan eens kijken naar jouw hoofdthema voor deze week. Oké. Er komen nu wat omwegen, dus misschien heb je om iets anders gevraagd, waardoor je dus nu een andere weg komt. Maar vertrouw op dat het de juiste weg is en durf dingen los te laten en durf dingen speelser aan te pakken. We gaan eens kijken wat je verder deze week kan verwachten, lieve tweeling. Wat kan jij verwachten deze week? Week 44. Dingen gaan niet helemaal zoals je wilt. Misschien heb je het gevoel dat je vertraging oploopt of dat je in een pauzestand staat. Maar weet dat als je je nu juist gaat haasten, dat het niet altijd beter verloopt. Het is belangrijk dat je je gezegend gaat voelen deze week. Weet dat je geholpen en gesteund wordt. Weet dat er mensen om je geven. En het is tijd om die liefde ook te accepteren. Dus laat liefde toe. Ik zie vooral dat het op zich wel een positieve week gaat worden, maar ook waarin je kansen mag gaan grijpen. Dus wanneer je het gevoel hebt, hé, er komt een kans op mijn pad, een nieuwe kans, grijp die dan ook vooral. En je mag het echt vanuit liefde doen, maar er komt een kans op een gebied aan, zeg maar, wat voor jou belangrijk is. En daar heb je twee keuzes in. Dus of je gaat linksom of rechtsom. Maar het maakt niet zo heel veel uit welke je kiest. Want je komt weer op hetzelfde pad terecht. Lieve tweelingen, we gaan eens kijken naar een positieve boodschap. Oké, je bent nog aan het herstellen. Het is tijd om omhoog te klimmen. Je bent heel veel aan het nadenken. En dat kan soms een beetje omslaan in het piekeren. Maar probeer daadwerkelijk je rust te pakken. En probeer uit je schulp te kruipen. Lieve tweeling, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. En 11 november geef ik de workshop Intuïtief bij je was. En 19 november sta ik op de spirituele beurs in Dronten. Wil je erbij zijn? Hou mijn Facebook en mijn website in de gaten. En wie weet zie ik jou daar dan. Heel erg bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.